Welkom bij ZZ Leiden TV. Dat is ook nu de officiële titel. We hadden het nog bedacht in de zone. Nou, uh, we zitten hier wel in de zone, in de prachtige nieuwe studio van Sleutelstad Hartje Leiden. Met onze eerste gast in dit eerste programma. De hoofdcoach van Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal, Geert Hammink. Dag Geert. Dag, uh, dank voor de uitnodiging. Jij komt uh, vers van de training. Ja, net, uh, net gestopt eigenlijk. Meteen hier naartoe gereest uh, binnen de... Uh, beperking van de snelheidslimieten natuurlijk en uh, maar zo snel mogelijk hier naartoe gekomen om, uh, om met jou over basketbal te praten. Wat ik mij afvroeg, staat het woordje nagenieten in het woordenboek <laughs> van een topsportcoach? Ja. Kijk, ik kan er nu heel uh, filosofisch uh, gaan gaan de hele moeilijke dingen, maar natuurlijk is er nagenoten. Maar uh, ik denk dat dat uh, van mijn kant in ieder geval relatief kort was. Um, ik heb jou natuurlijk gesproken, uh, direct na de wedstrijd. Uh, een aantal mensen van het bestuur, uh, korte spelers in de kleedkamer. En uh, ja goed, om, op de weg naar, uh, naar huis toe is eigenlijk, uh, en klinkt allemaal zo'n cliché, maar uh, after the game is before the game. En we zitten nu ook voor de wedstrijd natuurlijk, ja? en dat is de volgende. Dus als jij naar huis rijdt, dan ben je eigenlijk al meer bezig met wat komt dan wat geweest is? Of is er die avond nog even lekker muziekje erbij aan? Oh, dat, dat doe ik ook als we verliezen nee, in de auto, bedoel je ja. ja? Nee, maar nee, we zijn eigenlijk uh, dat, dat was de schakeling, denk ik. Meteen um, uh, twee minuten na de wedstrijd in de kleedkamer uh, hebben we het meteen over uh, uh, dingen die we beter moeten uh, in het traject uh, naar, uh, naar wat wij uh, als team willen bereiken en wat we beter moeten doen. En eigenlijk ben je dan meteen al bezig met de volgende wedstrijd, of in ieder geval het proces van uh, wat je wil bereiken aan het eind van het seizoen. Dus kleine correctie. Het is niet specifiek dat we na de wedstrijd tegen Groningen meteen over uh, Weert hebben gesproken. Dat natuurlijk de aanstaande wedstrijd is. Maar meer over het hele traject waar we naartoe willen aan het einde en wat dan verbeterd moet worden. Ja. Nou, we gaan zeker ook vooruitblikken straks in het tweede deel van deze uitzending. Maar ik wil toch nog even met jou terug naar die fantastische zaterdag. In ieder geval natuurlijk. fantastisch ook voor de fans. 31 punten verschil. Hoe kijk je terug op de winst tegen Donar? Uh, ja, met, met plezier natuurlijk. Um, we hebben hele aparte, rare vier maanden achter de rug. En um, ja, dat, dat vergt toch veel van de jongens, denk ik. Uh, het is niets dat ze klagen ergens over. Uh, maar ik kan me niet voorstellen, uh, zelf iets wat gespeeld uh, te hebben, zelf. <laughs> kan ik me niet voorstellen dat, uh, dat twee maanden, uh, één tegen één of uh, één tegen nul, hè, uh, individuele training, of twee tegen, twee tegen nul en dan met anderhalve meter afstand, dat het motiverend is. Dus uh, de afgelopen vier maanden waren niet makkelijk. Um, dan beginnen we eigenlijk op de 20ste weer, of de 21ste, geloof ik. We mochten weer vanaf ja, de 17e, december. maar ja. we wilden echt iedereen bij elkaar hebben voordat we begonnen. Dat is ook niet helemaal gelukt, overigens. Maar we zijn wat later begonnen dan de rest, denk ik. Ja, en dan werk je toe naar die eerste wedstrijd. Uh, de eerste officiële wedstrijd. We hebben vier oefenwedstrijden gespeeld. Daar hebben we het een en ander geprobeerd en gepuzzeld. Maar uh, ja, kijk terug naar die wedstrijd als een. Uh, maar een uh, heel klein puntje op de i uh, met betrekking tot wat we daarvoor hebben gedaan, de maand daarvoor hebben gedaan. Ja. Uh, um, Kun je in de er één, uit, één ding uithalen, inderdaad? Dat je misschien ook meenam vanuit oktober, maar goed, ook weer twee nieuwe spelers, dus sowieso dingen die anders zijn, maar dat je zegt: We zijn in december bijvoorbeeld daaraan gaan werken. En daar heb ik al iets van kunnen zien in die eerste wedstrijd. Nou, ik, ik denk dat wij uh, een, uh, een kwaliteit aan spelers hebben. Ja. Uh, we hebben op iedere positie uh, kwaliteit, denk ik, en, uh, maar we zijn ook erg jong, uh, nu met de uitzondering van, uh, van Worthy en Carrington, die wat meer ervaring hebben, we zijn we jong en ik denk dat de algehele focus eigenlijk was in het voortraject en in de oefenwaartschrijders om onze attention span, of in ieder geval het de, de, de aantal minuten van de veertig, dat we in, op hoge intensiteit uh, dingen uitvoeren, te verlengen. En uh, je hebt natuurlijk alle wedstrijden gezien. Ik denk dat iedere wedstrijd gelukt is. Uh, van uh, 22 naar 26 naar 28. En ik denk, en als je dan mij vraagt wat was het beste van de afgelopen wedstrijd. dat we vrijwel de gehele 40 minuten niet hebben losgelaten. Mm -hmm. uh, of concentratie hebben verloren. Of intensiteit hebben verloren. Dus ik denk dat ik daar het meest blij om ben. Uh, dat, uh, dat we een groep hebben die, waarvan we nu weten dat 40 minuten. Uh, 38 minuten, twee waren misschien nog konden nog wat beter. Maar in ieder geval een hoog aantal uh, minuten van de 40 uh, geconcentreerd en met hoge intensiteit kunnen spelen. Daar ben je als coach denk ik altijd blij om. Ja, heel mooi hoe jullie dat aan het opbouwen zijn. Ik wil uh, met jou gaan kijken naar beelden. En ook met de kijkers van wat jullie onder andere dachten wij heel goed deden in de defense. Okay. Gaan wij nu even naar kijken en dan gaan we die daarna bespreken. Hier okay. komen de defensive beelden, een aantal hele mooie acties van ZZ Leiden. Een aantal heerlijke blokshots van Rudy de Jong, dat is natuurlijk maar één onderdeel van de defense, even één speler die we er dan ook uithalen. Maar wat kun jij zeggen over hoe jullie verdedigd hebben tegen Donar? Ik denk dat, dat wij nog steeds bezig zijn om onze basisprincipes van de verdediging erin te slijpen. En, um, uh, ook, uh, we hebben al besproken, ik kom net van de training terug. Vandaag was de eerste uur, uur en tien minuten van de training, was echt verdedigend. En uh, dat we die principes weer terughalen. Want, en daar vraag je naar denk ik, we hadden een kleine aanpassing gemaakt specifiek voor de manier waarop uh, Groningen speelt. En dan zie je dat, uh, dat door die kleine aanpassing de basis toch ietsje scheef of terugvalt. Um, door een aanpassing verdedigend valt de basis waar we eigenlijk uh, vier oefenwedstrijden op hebben geteerd of uh, geoefend, uh, dat valt dan ietsje terug. Nou, dat hebben we vandaag er weer in geslepen. Um, Kun je daar, wil je dat verklappen of hou je dat liever even... Wat als wij... geheim van de coach van wat het puntje was. Ja. En ik kan zeggen, volgens mij, we deden een aanpassing nou, ik, die volgens uh... mij ook effectief was. Maar je zei daardoor verloren we misschien ook weer wat. Ja, dat... ja. nee, maar ja. Ik, ik denk dat het, uh, dat het handig is. Als ik een gokje moet doen. Uh, nou, ik, ik doe eerst een gokje en daarna spreek ik een hoop uit. <laughs> uh, als ik gokje moet doen, gaat Groningen in die, uh, in die groep A terechtkomen. En ik hoop dat wij dat ook uh, gaan redden. Dus we moeten nog twee keer tegen Groningen. Dus ja. ik hou nog even. Uh, voor voor zelf Niet dat aardig het een groot aardig geheim is. Ik denk dat goed Coach Ruders dat al lang herkend heeft. Die heeft ook die wedstrijd bestudeerd. Waarschijnlijk in de bus terug. Maar uh, ja, nou goed. Dat werkte trouwens. Um, heel goed zelfs. En dat is uh, een, een krediet aan, 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 aan vooral de bigs die dat, uh, dat oppakten. Nou, die basis die viel dan iets wat terug. Daar waren we niet zo scherp in. Dat hebben we vandaag weer rechtgezet. Um, het is, is agressiever naar de bal toe verdedigen, zeker in pick and roll verdedigingen. Nou, dat is helemaal geen geheim, dat kan iedereen in de vier oefenwedstrijden zien. En ook tegen Groningen deden we dat gedeeltelijk nog. Um, ja, en en daar, daar is de basis, dat we niet terughoudend verdedigen. Dus niet op onze hielen terugpeddelen en, en, en afwachten. Maar agressief aanvallend verdedigen, hoe, hoe krom dat ook mag klinken. Nou, van daaruit uh, hebben we rotaties. En ik denk dat we atleten in het team hebben die uh, afstanden kunnen overleggen, uh, 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 overbruggen. Mm -hmm. En uh, ja, het is geen groot geheim, natuurlijk, dat Wordy de Jong daar eentje van is. En uh, met zijn uh, uh, atletisch vermogen en, en, uh, en basketbal IQ en instinct, uh, is het al volgens mij al tien jaar geen geheim meer. Dat het een dingetje is waar hij uh, in exceleert. Zeker in uh, die uh, defensive transition uh, geblokte schoten. Ik denk dat de hele league daar, uh, daar al een beetje uh, voorzichtig mee was. Met een lay-up, denk ik dan hebben een... Oké. Okay. Waar is Wordy? Werdy ja, komt eraan. Ja. Nou, en in dit geval waren er drie in, in, uh, in uh, halfcourt rotations. En daar is die ook uh, natuurlijk bijzonder belangrijk. En uh, het was mooi samengeklipt en uh, uh, geknipt. Lijker, en. Uh, en uh, ja, je ziet dat dat twee dingen doet. Met Worthy, je ziet naar, ja, die laatste twee, of uh, dat hij zichzelf daar uh, ja. mee, uh, mee oppompt. En uh, dat is zeker ook iets dat, uh, dat uh, de spirit van het hele team uh, omhoog schroeft. Ja. Coach Roudes zei in het interview na afloop, direct na de wedstrijd, Leiden is een heel fysiek team. Ja. Uh, en wij hadden daar moeite mee. Mm -hmm. Dat, dat is hè? goed, er zit de kant aan Groningen. Maar hij ziet jullie dus echt als een fysiek team dat met fysieke spelers of een fysieke speel, speelwijze. Mm -hmm. ja. In hoeverre herken je dat? Uh, nou, wij willen fysiek spelen, maar ik denk dat de fysieker kunnen spelen. Uh, ik denk dat Coach Ruders uh, natuurlijk een ervaren coach is en uh, dat hij nu al een beetje zaadjes aan het planten is voor de wedstrijden die hier nog gaan komen. Uh, met betrekking tot dat wij op een of andere manier fysiek spelen en daarmee insinueren dat we over de grens gaan. Dat is natuurlijk niet het geval. Ik vind zelf persoonlijk, en ik denk dat de, de jongens in het team het daarmee eens zijn, dat wij fysieker nog kunnen verdedigen en kunnen spelen. Uh, zeker uh, defense en, uh, en in de rotatie zijn we redelijk fysiek, maar dat is snelheid, dat is niet zozeer contactfysiek. Uh, maar uh, uh, verdediging... Uh, ik denk dat het al nog wel een stapje omhoog geschroefd kan worden. Nou, als we zien uh, hoe dat tegen Groningen liep. En het is altijd een momentopname natuurlijk. Maar ja. daar zit zelfs dus nog een beetje rek in. Nou, dat is alleen maar goed nieuws. Ik denk het wel, ja. ja. Geert, wij gaan uh, uh, naar een tweede clip kijken. Oké. Okay. Uh, en dat zijn aanvallende acties. Dus uh, die gaan we ook weer even met jou analyseren. Hier komt-ie. Ja, daar zagen wij natuurlijk een clipje van Luc van Brede, de nieuwe aanwinst van Zorg en Zekerheid Leiden. Ja, schoten vielen heel goed, niet alleen bij hem natuurlijk, maar bij heel veel spelers. Wat zag jij in die clip onder andere? En wat zag je überhaupt in jullie offens, wat jullie creëerden? Um, wat, wat ik zie daar is het eindresultaat van, van uh, samenspel. En, uh, ik denk dat wij daar ook stapsgewijs weer beter en beter in worden. Um, en als wij een aanval kunnen lopen met uh, twee, drie snelle passes, met een pick-and-roll daarop gevolgd, waar we in de bucket komen of in de lane komen, van daaruit uh, kick-outs en, en close-outs aanvallen, daarna de, de derde, vierde, vijfde paas, dan zijn uh, jongens zoals uh, iedereen eigenlijk, uh, die daar vanaf de driepuntlijn uh, ballen erin kunnen schieten, en daar hebben we er heel veel van. Het uh, zijn daar de uh, uh, beneficiary, that, the, the, the die profiteren, ja, ervan, die profiteren daarvan. Mm -hmm. mm -hmm. daarvan. Mm -hmm. nou, um, Luc is zo'n speler. Dan is het natuurlijk wel dat je dan nog de mentaliteit uh, onder die druk uh, moet genereren om die ballen er daadwerkelijk ook in te gooien, uh, wetende dat je dat al kan. En uh, ja, Het is, uh, het is uh, niet zozeer een verrassing voor mij, maar misschien uh, nu uh, ook voor het Kijkende publiek, dat uh, Luc van Bree zeker die ballen erin kan schieten. Dus uh, ja, het, het creëert uh, saamhorigheid. Het is uh, contagious, uh, aanstekend. Als dus wij uh, pasen, 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 dan maakt het in principe niet uit aan het einde wie, die, uh, wie open staat op de driepuntslijn. of dan nog een open gat kan aanvallen voor een lay-up. Uh, maar Luc is daar zeker eentje van. Ja, je triggerde me, want ik zat te denken: wie hebben er nog meer drie punters in gegooid? Nou, uh, Giddy Potts volgens mij, Carrington Love, Emmanuel, een en pardon, mm. Michael Finkie, Carrington Love, hij volgens mij dit keer, nou, misschien ook nog wel, dus, nee, wordt hij nou, niet, maar nee, van de nee, zeven spelers dus, dus die speelden hebben zes er een driepunt aan nou, gegooid. Dus, uh, ja, nou, heerlijk. Ja. Uh, Geert, uh, op een gegeven moment uh, hadden wij het zelfs door, zal ik maar zeggen, uh, boven in, uh, in de sporthal dat er zonde werd gespeeld door, door Donar. Uh, Konden de spelers daar snel van profiteren? Hadden zij dat ook snel door? Of, of Hoe reageer je als team? En is het eigenlijk moeilijk voor een speler om als, als de, de defense on the fly omschakelt naar een zon, om dat te herkennen en om daar iets mee te doen? Ik heb uh, eigenlijk uh, de afgelopen uur en drie kwartier dat we getraind hebben, hè, vanavond. Um, dat was de tra tweede training overigens. Van, vanochtend hebben we ook al twee, uh, anderhalf uur getraind, twee uur getraind. Dus de tweede vanavond was uur en drie kwartier. Um, ja, dat gaat allemaal verbeteren, verbeteren, intensiteit, bla 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 bla. Maar ik heb toch, uh, ik geef al meerdere complimenten hoor, maar het duidelijkste compliment dat ik vanavond heb gegeven is hoe zij reageerde op die zone. Het was echt perfect. Ik had daar niks mee te maken. Ik stond aan de verre kant, uh, de bank ver van, uh, van die helft af. Zij herkenden dat, gingen naar ons zone-spelletje toe en het was meteen gatenkaas. Dat komt niet omdat het spelletje zo super fantastisch is. Het is omdat de jongens dat snel herkenden. Uh, op de plek uh, kwamen te staan, het spelletje begon op tijd en uh, de lijntjes uh, ja, de, en de Pases waren perfect. Dus de eerste was uit mijn hoofd uh, Michael Finkie die van uh, de kop naar beneden uh, sneed en Kerkten uh, uh, de paas gaf voor de lay-up. De tweede was een driepunter in de hoek geloof ik meteen uit hetzelfde spelletje. En uh, daarna hebben we het snel ges uh, geswitcht, we hebben twee spelletjes, Waarna pick en rolls nog uh, twee mensen wagen wij te openen en dat waren er volgens mij drie of vier possessions dat... Uh, wat Groningen Zone heeft gespeeld en uh, dat was een ja, tegen 100% percentage. Dus dat was minder effectief nog dan uh, de mente de mijn verdediging. Dus alle complimenten aan de spelers. Ik had, er, ik had er bijzonder weinig mee te maken. Was heel erg goed. Behalve dat je die spelletjes met zat voorbereid ja, op nee, okay, maar ik zo. We, stap, we stap, zijn stap, een stap. groep waar we doen alles samen. Ja. Maar die uitvoering daar, en die herkenning was spelers geheel en alleen. Ik stond aan de andere kant van het veld. Ja. Ten slotte, Geert, wil ik graag met je nog even vooruitkijken. Uh, strakjes naar bal, even kort ook over de beschikbaarheid van spelers, mm -hmm. uh, we zagen natuurlijk op een gegeven moment Kelvin Polina uh, overkomen uh, om aan te haken. Um, in hoeverre is het duidelijk of hij überhaupt ingezet mag worden? Ja, het is niet duidelijk. Um, iedereen die met, uh, met college basketbal te maken heeft gehad, uh, ooit uh, in zijn leven weet dat de NCA niet de makkelijkste is, de organisatie. Het is ook. Het is een, uh, een soort uh, kasteel bovenop een berg ergens waar, uh, waar niemand... Uh, 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 het is niet mee te communiceren en ze maken beslissingen en die moeten uitgevoerd worden. Dat gezegd hebbende, op de manier waarop ze doen, hebben ze wel een heel goed product natuurlijk. Dat heel veel kijkers genereert en kijkcijfers geld genereert. Dus dat terzijde. Maar de communicatie is ongelooflijk stroef. En dit is natuurlijk een geval dat nog nooit voorgekomen is. Kelvin uh, Polina speelt op een college in Amerika uh, onder de regels van de NCA. En normaal gesproken, als je een, een, een scholarship bij een school tekent, mag je dat tussendoor niet uh, Europees spelen. Nou, uh, dat is duidelijk, dat zijn ook de regels. Maar iedereen weet dat dit een uitzonderingssituatie is. Zijn hele conference heeft alle sporten vanwege COVID gecanceld het hele jaar. En We vragen dus voor een uitzondering. Ik denk dat de logica voorschrijft dat dat eventueel zou kunnen. Maar we hebben nog geen ja. nee-antwoord, maar ook geen ja-antwoord. Dus ja. zwem een beetje in het. En dan. Dan moet, je, dan moet je het zekere voor het onzekere nemen. En uh, totdat we een antwoord hebben, speelt Kelvin ja, niet. Ik uiteraard op geen enkele manier het risico lopen dat nee, hij natuurlijk. die beurs verliest en dat hij niet meer eligible nee. is en niet meer inzetbaar is. Dat, dat is, dat is uh, het laatste wat je wil. Dus. Ja, uh, dan uh, als laatste ja, Troy koeler uh, op een gegeven moment blessure opgelopen. Kun je er iets over zeggen? Hoe die herstelt? Uh, hoe die herstelt? Uh, ja, goed. Hij is bij iedere training aanwezig. Uh, dat willen we graag. Uh, 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 nogmaals, samen horen, het Team teamchemistry. Ook als je bent bij, bij alle trainingen bij. Daarna is de, 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 de Daarna zijn de behandelingen de revalidatie. Het is uh, van wat ik van uh, uh, de veel wijzeren onder ons uh, binnen het team, dus de visio's uh, begrepen heb. Is het niet goed? Uh, niet goed in de zin van, je hebt, een, uh, je hebt natuurlijk gradaties in enkel, uh, enkel, uh, ja. <laughs> en enkel omknikkingen. En van, nee. van Troy is geen lichte. Dus dat nee. uh, ja, is vervelend voor hem, want uh, hij, was, hij werkt keihard. Uh, ik ben zeer tevreden over zijn instelling ook. En uh, goed, dat, dat, uh, dat resulteerde ook in, 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 van zijn kant uh, binnen het team beter basketbal... En net na die, uh, na die wedstrijd tegen Groningen, waar hij in dubbele cijfers. Uh, had, ik wil zeggen, uh, was begin uh, januari, speelde hij heel lekker, ja? Ja, inderdaad, en, is, en die oefenwedstrijd uh, van, die, uh, van uh, elf uh, dagen geleden, of zo tegen hetzelfde Groningen, had hij twaalf punten of zo. En uh, was hij gewoon goed, uh, goed aanwezig, verdedigend uh, in de rotaties, was hij beter. Uh, één tegen één was hij beter. Dus dit is een bijzonder vervelend moment. Als een, ik wil niet uh, negatief zijn, laten we positief zeggen dat hij over twee weken terug is. Uh, dan, uh, ja, dan heb je gewoon weer een achterstand. Dan moet je gedeeltelijk opnieuw beginnen. Als het een maand duurt, dan uh, ja. Goed, maar uh, Trooij is uh, mentaal uh, sterk, uh, intelligent. Dus uh, goed, zodra hij weer mag, is het aan hem om dingen te om te schakelen en terug te komen zo snel als hij kan. We kunnen niet wachten. Als laatste, Geert, jullie spelen woensdag tegen de Basketbalacademie Limburg. Heb je ook tegen geoefend? Ja. Uh, dat was op 9 januari. Dus daar zit dan uh, iets van nou, anderhalve week, geen eens zo heel lang tussen. Mm -hmm. um, ja, wat kun je ons vertellen over hoe jullie die wedstrijd ingaan... wat je wil gaan doen of wat je wil gaan wegnemen ja. woensdag? Ja, voordat ik dat beantwoord, is het natuurlijk apart... dat wij uh, de eerste twee wedstrijden van het seizoen... Uh, een generale repetitie geven aan, de, aan het team dat komt. Maar we hadden die oefenwedstrijden afgesproken... Uh, met, de, met Weert en met uh, Groningen, uh, voordat het schema uitkwam. Dus wij, het is ja, dus heel toevallig ja, dat heel geen. En Aris eigenlijk zit ook vrij binnen. Ja, board. maar die moeten hier naartoe komen. Ja. Dus diegene, dat was geen ja, generale ja, repetitie, ja. want wij ja. moesten daar naartoe. Maar dus, we Groningen en, en, en Bal mochten in de 5 mei hal gewoon repeteren. Eh, anderhalve week voordat het de officiële wedstrijd herhaald moest worden. Dus dat was iets wat ongelukkig. Nou, die eerste heeft goed uitgepakt, toch wel. Um, ja, hoe, hoe bereiden we ons voor op uh, bal? Dat is natuurlijk uh, team, een jong team. Uh, dat bijzonder goed gecoacht is. Uh, uh, Radenko is, uh, ik bij voornaam. Ja. Uh, Radenko is een bijzonder goede coach, uh, heeft ook talent in dat team. Ja, is maar, uh, en, en, zoals ik zei, en zijn jong, ze kunnen bijna allemaal schieten uh, en van ver. Dus wij moeten ons, uh, onze verdediging die ik eerder besproken heb in het vorige segment aanpassen, iets naar voren schuiven en iets, uh, iets hoger uitvoeren. Uh, dat zullen we ook gaan doen, daar hebben we het vandaag over gehad. En, uh, ja, uh, ik, uh, wij doen er alles aan om dezelfde intensiteit te brengen als tegen Groningen. En dan uh, ja, hopen op een, uh, een soortgelijk resultaat. Met inderdaad, ik denk dat je dat heel goed aangaf. Uh, onder andere goed oppassen op die uh, mooie schutters. Die ja, ze het hebben. Ze, daar hebben ze de Zonder Hollanders van. moet ik meteen aan denken, maar ja. ze hebben er meerdere. Ja, dat, uh, ja. Ja, en hebben ze nog uh, oké. Okay. Weert heeft dan nog twee Amerikanen bijgehaald. Eentje is meer in voor uh, verdediging, rebound en de poster play. En een Amerikaan. Dacht je, nou, Weert heeft genoeg schutters. Die ook. Uh, ja. die, die, uh, die uh, ja. vorige wedstrijd nam die 13 driepunters. punters uh, Die ze gewonnen hebben in, uh, in, in Almere, geloof ik. Dus uh, ja, als je de 13 neemt, neem ik aan dat je er ook uh, comfortabel bij voelt. Dus uh, er is nog eentje bij die je kan schieten. Dus wij, wij bereiden ons daarop voor zeker. Ja. Dankjewel, Geert. Fijn dat je te gast was in deze eerste uitzending van ZZ Leiden TV, beste kijkers. Uh, ja, al genoemd, aanstaande woensdag dus die wedstrijd tegen basketbalacademie Limburg. Ook weer te zien op de stream, altijd te vinden via zzleiden.nl. De stream start om 8 uur en de wedstrijd, omdat het op een woensdag is, om half 9. Die wedstrijd wordt ook uitgezonden op onze partnerkanaal van Sleutelstad TV. En dat is donderdag om 8 uur. Nogmaals, Geert, dankjewel. Iedereen hartelijk dank voor het kijken. En tot volgende week!